Maar vluchten kan niet meer, als in april, precieze datum nog niet bekend. Het 8e en de laatste seizoen van Game of Thrones wordt gelanceerd, in 6, naar verluidt, epische delen. Toch even een poging tot samenvatten voor de late instappers. De serie is gebaseerd op een romancyclus van de Amerikaanse auteur George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire. De serie heeft de boeken inmiddels ingehaald en het wachten is op de twee slotdelen, The Winds of Winter en Adriaan of Spring, maar de kans wordt steeds groter dat het een onvoltooide cyclus blijft. Schrijver Martin heeft het tot frustratie van zijn miljoenen lezers veel te druk met andere zaken. Eind 2018 verscheen er weliswaar een nieuw boek over Westeros, maar Vuur en Bloed was een soort encyclopedische prequel, onderdeel van een groeiend Game of Thrones-universum. U dacht van die draken af te zijn? Martin en HBO hebben goed gekeken naar de manier waarop Disney zijn entertainmentmerken Marvel en Star Wars uitwalst over vele personages, verhaallijnen, films en series, boeken en dekbedovertrekken. De populairste televisieserie op de planeet mag zich misschien opmaken voor de beslissende veldslag, maar de wetten van het seriemarkt bepalen dat we er geen afscheid van gaan nemen. Oké, die plot dus. We zijn eigenlijk al 8 seizoenen lang onderweg naar de IJzeren Troon, nu nog in handen van het geslacht Lannister. Winter is Coming was de titel van de eerste aflevering, 17 april 2011, en nu is het zover. De 7 koninkrijken die strijden om de heerschappij krijgen een gemeenschappelijke vijand uit het noorden, het onverslaanbaar geachte zombieleger. Er kunnen 2 dingen gebeuren, strijd bij al begraven of algehele apocalyps. Maar aangezien de makers van Game of Thrones er onbekend staan hun fans te verrassen met krankzinnige plotwendingen en bloedbaden waarbij geliefde personages niet ontzien worden, zal het anders lopen. De online exegese die al is losgelaten op de eerste trailer van dit 8e seizoen is maar een bescheiden voorbode van de opwinding die in april gaat losbreken. Seizoen 8 is coming.